En dat het ook een mooie manier is om te herdenken. Want wij kunnen natuurlijk op 4 mei naar de Dam gaan, naar de Hollandse Schouwburg, dat zullen we ook doen. En naar het monument op de Apollolaan, naar de Waalsdorper vlakte of waar naartoe. Maar je kunt ook gaan naar de plek waar die mensen geleefd hebben. Mogen je troosten te midden van de rouwenden van Jeruzalem. De plek, daar wordt A mee bedoeld God, B ook de plek zelf. Vandaar dat mensen in de rouwdagen in hun eigen huis zitten of het huis van de overlevenden. Want ook dat kan je helpen. En wat eigenlijk blijkt is dat hoe verder we van de oorlog komen, hoe verder we van de Shoah verwijderd raken, hoe groter de interesse is bij de derde en vierde generatie, kinderen van overlevenden, kinderen van mensen die het hebben meegemaakt, en überhaupt de diepe interesse om alles te willen weten wat er gebeurd is. Precies. In tegenstelling tot de eerste en tweede generatie, die eerste generatie moest weer aan het werk, wilde opbouwen, wilde deels vergeten. En de tweede generatie had soms wel genoeg van de verhalen van de ouders. Of op een goed moment moesten ze ontdekken dat die ouders hun niks verteld hadden. Het is zeker op het goede moment. Het is een hartstikke mooi initiatief. Het heeft navolging gevonden in andere steden. Daar helpen we ook nog mee. En we denken zelfs dat het in het buitenland nog verdere navolging zal vinden. Open Joodse Huizen past in een ontwikkeling met betrekking tot het herdenken van de Jodenvervolging die al zeker 15 jaar gaande is. Vanaf de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog dat er helemaal geen aandacht was voor de Shoah, echt onvoorstelbaar weinig, tot steeds meer aandacht in de jaren 60 voor de Shoah als geheel, is er vanaf de jaren 90 steeds meer aandacht gekomen voor individueel leed, voor de verhalen van individuele Joodse slachtoffers en overlevenden. Als ik aan dit project begin, denk ik, ik maak me niet zoveel zorgen over die verhalen, want die verhalen komen er wel. Met de mensen in de steden is er genoeg input voorhanden om die verhalen vorm te geven. Dat is deel 1. Deel 2 is, we hebben mensen nodig die doen. Mensen gewoon die het praktisch uitvoeren, die daar tijd in willen en kunnen steken. En je doet het voor de dag zelf. De organisatie is een ingewikkeld proces waarin je op veel schaakborden moet spelen met veel verschillende mensen. Met dingen die soepel verlopen, dingen die moeizaam verlopen. Uiteindelijk is er één dag of 2 dagen, die gaat weer voorbij. Maar daar doe je het voor. En het feit dat er dan wat ontstaat op al die herdenkingen, dat is eigenlijk de motiverende factor voor mij.